Waarom dit boek? Omdat voetballers van jong tot oud, van goed tot slecht, heel graag over dit soort onderwerpen praten. Over voetbal en de alle randverschijnselen. Over de rare fratsen die voetballers, topvoetballers uithalen. Van Maradona tot Zlatan en van George Best tot Balotelli. Ik loop al een tijdje mee in sportjournalistiek. Ik heb heel veel gelezen over voetbal in mijn leven. En voor dit onderzoek, voor dit boek, heb ik eindeloos zitten grasduinen in 40 jaar archief van VI. En ik heb biografieën gelezen. Ik heb met mensen erover gepraat. Sommige van die jongens heb ik zelf ook gesproken. Nou, het is onvoorstelbaar wat je nog tegenkomt dat je dat niet weet. Het is onvoorstelbaar wat die gasten hebben uitgehaald. Kan je een paar voorbeelden noemen? Een paar? Of heb je even? Ja. Nou, wie ik wel heel grappig vind eigenlijk. Het is een boefje. Hij heeft heel lang aan de alcohol gezeten. Paul Gascoigne. Ook aan drugs. Met vrouwen gerotzooid. Maar hij is ook grappig. Hij heeft rare dingen uitgehaald, weet je wel. Dan kwamen ze terug van een interland in het buitenland met de nationale ploeg van Engeland. En dan ging hij in het vliegtuig even een demonstratie karate laten zien. Want dan had hij ooit een blauwe maandag op karate gezeten. Dus midden in het gangpad sloeg hij alles en iedereen kort en klein. 10.000 euro schade. Of het volgende moment, dat is dan de trieste kant weer van zo'n jongen. Zat hij op het treinstation te wachten, want dan wilde hij zichzelf voor de trein gooien. Maar op een gegeven moment kwam er iemand van het spoor langs. Die zei van, sorry meneer, maar er rijden geen treinen meer. Dus het was heel apart. Is het ook zo, hoe groter de speler is, hoe groter de streken? Over het algemeen wel, ja. Ja. Je ziet ook een bepaalde lijn. Hè? Alles is heel arm begonnen, op bijvoorbeeld Mino daar. Maar Mino was van de middenklasse. En de rest, ja, dat komt dan heel langzaam opgroeien. En op een gegeven moment worden ze ontdekt door clubs. Want het zijn fantastische voetballers. En dan krijgen ze een bak geld en dan krijgen ze een bak aandacht. En dan kunnen ze die wilde allemaal niet aan en dan gaan ze over de scheef. Hoe vergelijk je de fratsen van de voetballers van nu en toen? Ja, nou, ik zou zeggen, lees het boek maar.